gaan nog steeds verder met aandacht vragen voor alle mensen die werken in de kunst en cultuur. En die nu in zwaar weer zitten. Een van hen is Ria Seets. En die is nu naast mij komen zitten. En die heb ik al... Daar heb ik al kennis mee gemaakt met jou toen ik net aankwam. Want jij werkt hier gewoon. Ja, ik werk hier gratis en voor niks, zoals alle vrijwilligers die dit programma, deze livestream van 7 dagen opzetten, begeleiden, uitvoeren. Jij zei, ik vind het maar niks voor de camera. Ik ben liever achter de schermen. Ja. Nou zit je er toch. Ja. Want het is toch belangrijk om ook jullie stem te horen. Want vertel even, wat is jouw vak? Nou, ik ben stage artiestenbegeleider. Dus een artiest of iemand die een performer of een sporter komt bij een programma, wordt opgevangen door een hostessteam of gastvrouwen. En dan op een gegeven moment komt diegene bij mij en ik ben eigenlijk het schakeltje tussen binnenkomst, redactie en dan opnameleider. En dan gaan ze on stage. En dat kan iemand zijn die voor 1000 mensen moet spreken. Of dat kan een zanger zijn. Dat kan een sporter zijn van topsport die opeens een woord moet uitreiken. En het mooie eigenlijk vind ik, want ik doe het al best wel heel lang, 28 jaar of zo, dat ik dat net dat laatste stukje van de kwetsbare mens zie. Ja. En dat ik ze nog even het een en ander mee kan geven. En ja, dat vind ik. En daar geniet ik iedere keer van. Ja, wat verwoord je dat mooi. Want dat is natuurlijk die kwetsbare mens. Dat is het moment dat iemand van zijn gewone ik achter de schermen... Ja. Ineens op het toneel iets moet gaan zijn en iets waar moet maken. Dat klopt. Vaak denk ik bloednerveus is. Eigenlijk altijd. Iedereen heeft natuurlijk een gezonde spanning. En ik denk dat het ook nodig is. En dat maakt ook niet uit of mensen het al 100 of 1000 keren gedaan hebben. Iedereen heeft die gezonde spanning. Ja. En ja, ik vind het fijn om dan nog net die rust of net nog even te kijken of de jurk goed zit of de zender goed zit of het changement goed is uitgevoerd. Ja. En jullie hebben een hele belangrijke rol. Weet ik zelf. Voor als ik wel eens iets moet doen, of nou nu net. Jullie zijn degene die je op je gemak stellen en denken. En je thuis voelen. Ja. Ook al ben je dan ineens in een vreemde enorme hal waar je nog nooit geweest bent. En je moet iets doen, dan dat ben klopt. Jij. Ja. Ja. Het is dus maar een heel klein schakeltje. Ja, het is maar een heel klein schakeltje, maar ik denk heel belangrijk. Ja, en, zeker. Zeker om diegene iets te laten doen. Ja, ja. En je doet van alles, hè? Popconcerten, alles. Laten we klassieke concerten. Ja. Even een paar grote namen, gewoon even lekker. Met wie heb je on stage mogen begeleiden? Nou, we hebben natuurlijk vroeger... Ja. Was er genoeg geld bij cultuur. En daar werden gewoon hele grote shows opgezet. En we hadden shows waar en Sting en Mariah Carey en... noem het op. Echt waar? Welk programma was dat dan bijvoorbeeld? Dat waren... vroeger de Edison Gala's. Oh ja. Dat heette. Waren er nog die internationale? Grand Gala du Disque heette het in die tijd. En dan had je een klassieke concert. En dan had je een populair concert. En dan had je de grote namen. En dan kwam Sting gewoon. Dan kwam Sting binnenwandelen in zijn regenjas. En die zag toen Toet Stielemans daar zitten. En die zei, hey, kunnen we samen? Nou, en het gebeurde. Wauw. Ja, het was wat zeg je dan? Dan komt Sting binnen. En dan? Ja, nou, dan stel ik me voor en dan... Ja, ik ben heel erg fan van hem geweest in mijn jonge jaren. Nee, ja, dat is... Ja, is hij aardig? Ja, ja. Hij is heel... Komt in een regenjasje binnen en dat soort dingen. Oké. Okay. En ja, ik doe al 28 jaar het Prinsengrachtconcert. En daar zijn... Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, zo'n concert überhaupt, die ambiance die er op die gracht is... Ja. En de artiesten die er zijn, ja, dat is fantastisch. Ja, dat is inderdaad een hele speciale sfeer. Maar ik ben toch nog even lekker gemaakt door Mariah Carey. Ja. Is dat diva met alles wat je natuurlijk denkt over zo'n vrouw... die hele speciale wensen heeft voor kleedkamers met blauwe M&M's en dat soort dingen? Ja, dat moet allemaal... Blauwe M&M's, een heel volk achter zich van heel veel mensen... die allemaal iets van haar willen. En dat klopt. En is zo iemand dan wel... Ik bedoel, kijkt ze je aan? Maakt ze contact? Ja, of is ze maakt het gewoon contact. In een soort... Ja, ze maakt contact, maar... Dat wel. Nee, ze doet uiteindelijk gewoon dit ding. Nee, en heb je wel eens een handtekening gevraagd? Nee, je bent natuurlijk in professie, hè? Nee, dat snap ik. Nee, dat doe je niet. Nee, niet, nee maar dat... Ja, je bent gewoon aan het werk. Wat doe ik ermee? Ik ben aan het werk. Ja, is ook zo. Ik ben aan het werk. En dus ja. Ja.
jij kan nu dit doen, maar onbetaald. Hoe is het voor jou? Nou, slecht. Want eigenlijk al mijn opdrachten zijn eigenlijk voor dit jaar natuurlijk allemaal weg. Ja. Ik deed naast televisie doe ik ook evenementen. En dat zijn dus vaak evenementen, corporate events of voor toneel. Ja, dat is allemaal weg. Allemaal weg? Ja. En wat doe je met je tijd? Nou, ik heb nu een heel klein mini-programmaatje waar ik dan wel aan werk. En ja, wat doe ik? Ik werk voor toneel nog een beetje op de achtergrond. Daar zijn we bezig om te kijken of we online iets kunnen. Dus zo denk ik een beetje mee in een team van mensen voor een toneelproductie. En het Prinsengrachtconcert hoorde, ik ga het wel door, maar in een aangepaste vorm. Ja, ben jij daar wel weer van de partij? Ja, ik geloof het wel. Ja, okay. Ja, ik ben er wel. Bij deze. Ja, ik ben, hoop ik erbij. Ja. Ja. Dus dat is een aangepaste vorm en dat is, dat is maar 2 dagen dan. Dat klopt. Ja, dus je moet vooral teren op leuke herinneringen uit het verleden. Dat klopt. Het schijnt dat jij nog iets heel geks hebt meegemaakt ooit in jouw branche, een verhaal. Met klassiek, hè? Nou, ik heb ooit Kura Cherkassky. Dat was een 80-jarige pianist in die tijd. Hij is 1995 overleden. Maar dat was echt een van mijn eerste... waar ik voor de eerste keer... of een van de eerste keer dat ik het Prinsengrachtconcert was. En ik wilde hem... Ik stond zo met hem voordat we op konden. En toen zei hij... Can you spit on me? Spugen? Ja, dus ik zei... Spit. En toen zei hij, yes, because it brings me so much luck. En toen zei ik, ja, waar dan? Toen zei hij, can you spit me on the head? En hij was helemaal kaal. Dus ik dacht, ja, dat kan helemaal niet. Zometeen zie je dus gewoon dat spuug op dat hoofd zitten. En toen heb ik het maar heel voorzichtig gedaan. En je hebt het wel gedaan. Ja, hij vroeg alles het. Ik dacht, alles voor die artiest. En hij moet mooi piano spelen. Dus ik heb het wel gedaan. En, maar heel raar. Ja. Ja. En ik heb nog een keer voor zusjes Labec, heette zij. En zij speelde Carnaval d'Animaux. Ja. En op een gegeven moment, zij speelde op de piano. En toen opeens kwamen ze om 4 uur op het idee dat ze het misschien wel leuk vonden om allemaal beestjes op hun handschoenen. Dus toen zijn we... Echte beestjes? Ja, nee, van die filter... Van dus, poppetjes. We zijn naar een speelgoedwinkel in de buurt van de gracht gereden. En 's middags hebben we daar allemaal al die beestjes op die handschoenen zitten naaien. Dus je moet van alle markten thuis zijn? Ja, je moet van alle markten thuis zijn, ja. Even nog kort, hoe zie jij jouw toekomst? Nou, cultuur is gewoon heel belangrijk. Het zit in ons. We leren ervan. We krijgen inspiratie. Het zet ons tot nadenken. Mensen hebben het nodig. Het moet blijven. En er moet iets gebeuren. Ik bedoel, zeker de... Ik vind juist de jongere generatie, als ik dat hoor zo op al die theaterscholen... en de muzikantenconservatoren, zij moeten ook een start krijgen. Zij moeten kunnen performen. Ja. Dus ja, ik hoop gewoon echt dat Den Haag ons... Rutte heeft inderdaad gezegd, de jongere generatie. Dus hij moet het ook waarmaken. Oké, hopen dat hij kijkt. Ja. Ja. Dank je wel. Je vertegenwoordigt jezelf nog andere mensen? Nou, ik vertegenwoordig mezelf. Maar ik denk dat er van mijn persoontje ongeveer 15 zijn die dit doen. En daarachter zit natuurlijk een hele grote groep gastvrouwen. En ik denk dat, maar ik heb geen idee, maar ik denk dat dat er zeker... 100 zijn? 100? Over het hele omroepland. Ja, alle televisieprogramma's. Ja, dus ik weet niet of ik voor zeg maar 15 mensen teken of voor 100. We doen 100. Vind ik ook een goed aantal. Alle gastvrouwen en gastmannen, gastheren. Ja. Dat doen we ook af en toe. Af en toe. Zijn ja, dat klopt. Super bedankt. Dank dat je toch voor de camera wilde. Dankjewel, ik heb van je verhaal genoten. Okay. Wil je nog je handtekening zetten? Oké. Okay. Dankjewel.